Ik ben net lekker terug van boksen. Nee, maar ik heb dus lekker gebokst en het is nu 's avonds, dus ik heb nu lekker gedoucht, vandaar dat ik mijn petje op heb. Maar we gaan lekker spelen! We gaan lekker spelen! We gaan Tik weer pushen! Let's go! Ik heb hem natuurlijk rang level 32, dat is insane hoog. Mijn hoogste knokker alle tijden. Maar we dachten, weet je wat, we gaan weer even pushen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen met Eroy en Shadows natuurlijk. Dikke shout-out naar hun voor het helpen hierbij. En we gaan eens kijken of we vandaag misschien rang level 33 zouden kunnen halen. Dat zou echt insane zijn als dat gaat lukken. Maar als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 2823 likes. Dat zou heel mooi zijn als we dat gaan halen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk die code MOUSE. Ik dacht ik druk alvast op klaar. Want waarschijnlijk gaat het wel even duren voordat we een team hebben gevonden. Het duurt altijd zo lang op dit niveau. Dat is het enige nadeel van op dit niveau spelen. Elk potje kan je gewoon bijna 5 minuten extra voor rekenen, omdat je 5 minuten moet wachten. Dus ik zie jullie zo meteen als we een tegenstandersteam hebben gevonden. En hopelijk gaan we die dan wel winnen. Gewoon het eerste potje in ieder geval even winnen. En trouwens, mijn record met Tik is 1121 en we zitten nu op 1109. Dus we hadden één potje weer verloren laatst een keertje. Dus wil ik mijn record verbeteren, moeten we nu 3 potjes achter elkaar winnen. Dan heb ik een nieuw record met Tik. Dus dat zou nice zijn als in ieder geval dat gaat lukken in deze video. Ja, we hebben een team gevonden. Jean, oeh, dat is wel irritant. Met een bow en een Tik. Oké. Ik denk dat ze... Ja, dat denk ik wel zeker. Dat die Jean ze super probeert te laden. Dat is het hele eierreetje wat hij natuurlijk probeert te doen. Dit is het eerste potje. Dan moet je altijd even inkomen op dit niveau. Maar het gaat tot nu toe... Ja, prima. Er is ook nog niet zo heel veel gebeurd. Dat is het natuurlijk ook. Er kan ook niet zo heel veel fout gaan nu zo snel in het potje. Maar we hebben wel redelijk wat controle. Dus dat is wel chill. Shadows. Die overleeft dat wel. Ja. Een paar hits kunnen doen daar. Dus dat is ook chill. We staan alleen wel achter qua damage. Dus dat is iets minder. Maar hé, ik kan hier gewoon even hitten. Ik kan hier hitten. Hier hitten, hitten. Oh, die bow die was bijna dood. Maar we hebben nu meer damage gedaan. Ik gooi gewoon mijn super daar neer. En misschien dat dat nog extra gaat helpen. Nice, we hebben een kill. Hoppa! Hoppa, 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 hop. Hop, hop. Geen idee of jullie dat nummer kennen. Maar dat is echt een knijter van een hit. Oké, maar we gaan verder. We gaan verder. We moeten nog een ronde winnen. Weet je, er zijn nu alweer 6 mensen of 7 mensen die aan het kijken zijn. Die hebben dus nu al door dat we aan het spelen zijn. Oh, ik moet hier even langs. Die Tik, waar zit jij? Waar zit jij, Tik? Oh, oh, die Jean moeten we heel erg vooral passen. Die heeft ze super. Die Jean heeft ze super. Die moeten we niet op onze bakkers hebben. Nee, 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 nee. Oké, maar op zich, dit is prima. Ik zal deze wel eventjes opvangen. Dank u wel. Die had Eroy ook makkelijk kunnen hebben trouwens. Dus eigenlijk was het niet eens zo heel nodig. Maar we staan voor qua damage doen. Dus dat is lekker. Dat is lekker. Ik zal er even mijn super neerzetten. En oh. Dat gaat nog maar net goed. Dat gaat nog maar net goed. Maar we hebben gewonnen. Hoppatee. Ja, ja, hij geeft het ook al op. Hij geeft het ook al op. Nice, nice. Nice, nice. Heerlijk eerste game. Heerlijk. Oh, dit is een lekker begin. Nu ben ik benieuwd hoe hoog die lui zaten. Op zich redelijk. Decent. Maar wij zaten hoger. Ja, wij zaten hoger. Oké. Hoog. Op 34.000 trofeeën. 36, dit is weer een... We moeten alleen maar tegen Nederlanders. Want White Lotus is volgens mij een Nederlandse club. Dat is wel bizar. Gewoon meteen het eerste potje weer. Maar hey, het eerste potje is binnen. Ik laat trouwens een beetje de hoogtepunt zien. Eroy is even offline. Ik denk dat hij dan even het switch qua mobiel internet. Ik heb geen idee. In ieder geval, die komt zo meteen wel weer... Hij is alweer online. Maar dit is in ieder geval een mooi begin. Maar ik laat dus even de hoogtepunt zien. Dus de eerste 2 potjes laat ik zien. Ga ik even de tijd voor mezelf spelen. Oh, weet je wat? De eerste 3 potjes laat ik zien. En als we dat hebben gewonnen, de eerste 3 potjes, dan heb ik een nieuw record. Maar als ik nu dit potje verlies, heeft het geen nut om de derde te laten zien. In ieder geval, ik laat gewoon een beetje de hoogtepunten zien. Het begin en het eind van de opname. Daar komt het op neer. Bo Poco Jean. Oké, je hebt dus best wel wat jeans hier. Blijkbaar. Oké, dat is dus blijkbaar ook een comp die je kan gebruiken. Maar ik denk dat wij als trouwens beter zijn. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, nou dan ga ik ook de teleport nemen. Dan ga ik hier even irritant doen. Die Jean die zat er dus achter. Die zat helemaal niet op te laden. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, maakt ook niet zo heel veel uit. Oh ja, dat was al die Jean. Haha. Easy game!
Jongen. Oh, wat doet Eroy dan? Die heeft echt heel slecht internet volgens mij. Volgens mij heeft Eroy heel slecht internet, want hij was net ook al even offline. Dus dat is wel even balen hoor. Dan hoop ik wel dat wij nu meer damage hebben gedaan. Dat hebben we inderdaad, dus dat is wel een voordeel. Dan moeten we eigenlijk hier die Poco pushen. En ik zal hier even hits doen. Even zorgen dat we hier overleven. En dan hier weer hits en dan komt het wel goed. Het komt goed! Maar wel jammer dat Eroy zulk slecht internet heeft. Ik denk dat hij daar echt struggles mee heeft. Hij doet ook een hel emoji. Dat moet wel, want hij was net ook even offline. Ik ga gewoon meteen mijn super pompen. Ja, oké. Okay. Oh, nee. Oh, shit. Stom. Niet nodig. Oh, yo. Ik wou die teleport nog helemaal niet nemen, maar ik nam hem per ongeluk. En dan ben je natuurlijk de lul. Oké. Okay. Dit gaat denk ik niet meer goed komen. Eroy kan misschien wel zijn super ophalen. Dat zou chill zijn. Ja, dat heeft hij nu ook. Dus hij kan zichzelf in principe dood laten gaan. Oké, nu moet ik even geconcentreerd spelen. Dat was echt niet nodig. Ik doe maar even een hel emoji. Sorry, teammates. Sorry. Oké, daar liggen dus weer mijnen. Daar moet ik dus niet op af. Oh, die Jean die heeft nu zijn super. Moet ik even vooruit kijken. Ja, die G moet ook uitkijken voor ons. Wij gaan sowieso meer damage doen. Dat is eigenlijk één ding wat zeker is. Wat gaat die Poco doen? Ik zal hem hier op mijn teleport neerzetten. Dat is op zich wel nice. Moeten we uitkijken. Oh. En hij heeft hem niet. Ik zal hier even mijn gadget aandoen. Nee. En we gaan gewoon verliezen. Shit. Ik weet niet of Eroy ook nog lekt of iets dergelijks. Maar shit. En dan... dit is zo frustrerend. Oké. Deze lui zaten trouwens ook echt hoog. En gewoon meteen weer Nederlandse clubs die we tegenkomen. Dat is ook wel een beetje zaak. Jongen, deze hadden we echt moeten winnen. En Eroy, ik denk dat hij last heeft van zijn wifi of zo. Dit is shit. Oké, maar we geven het niet op. We gaan gewoon doorstrijden. Ik doe de camera trouwens nu even uit. En dan ga ik een tijdje geconcentreerd voor mezelf spelen. En dan zien we hem over een tijdje weer. En hopelijk staan we er dan iets beter voor. Nou, we zijn ondertussen bijna een uurtje aan het spelen. Ik zal hem zo meteen even een update gaan geven. Hoe we ervoor staan qua trofeeën. Maar we hebben best wel veel gewonnen. Dat kan ik wel zeggen. Oh. Ik kan... die kan ik pakken. Ik drukte bijna mijn gadget naast. Dat was wel mijn laatste gadget. Dus dat is wel een beetje balen. Dat is inderdaad shit, maar is niet anders. We staan nu trouwens 1-0 achter, zoals jullie zien. Dus dat zou wel balen zijn als we dit gaan verliezen. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit. We hebben nog een ronde. En we staan nu momenteel 2-0 voor. Dus dit gaat prima komen, deze game. Ik wil eigenlijk nog even mijn super halen. Dus Nani, als jij mij gewoon even je super... Als ik je gewoon een paar keer mag hitten. Zou top zijn. Nou ja, Shadows killed hem al. Top, dan is deze ronde voor ons. Moeten we deze ronde nog even winnen. En we hebben echt goede tegenstanders gevonden op de laatste games, jongen. Dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal. Oké, volgens mij zit hier helemaal niemand aan deze kant. Dus ik kan hier wel een beetje pushen. Maar niet te veel, want die Nani kwam alweer deze kant op. Oh, lol. Ik kreeg nog een push. Of ik kreeg nog een hit van die Nani. Kijk, dat is zo chill, jongen. Weet je, dan proberen ze eerst natuurlijk daar de boel te pakken. Daar die super proberen ze te pakken. En dan wordt hij weggeteleporteerd. Dus dan heb je eigenlijk een hit sowieso naast. Oké, dit is wel minder. Die Nani. Ah, oh, no. Dan ben ik nog hit door die Nani ook nog. No, en hier gaat hij ook dood. Oké. Ik zal even een update geven. We zijn best wel veel omhoog gegaan. Nou, hele goede tegenstanders natuurlijk. We zijn eerst best wel naar beneden gegaan. Toen zijn we weer omhoog gegaan en nu weer naar beneden. Ja, natuurlijk zitten deze lui hoog. Dat kan niet anders. Maar in ieder geval, we hebben nu 2 potjes op rij verloren. Maar daarvoor hebben we vet veel gewonnen op rij. Check dit dan. Maar het probleem is, 1 los potje is min 12. En 1 win potje is plus 4. Dus 1 los staat voor 3 wins. En we hebben ook ongeveer 3 keer zoveel gewonnen dan verloren. Maar alsnog gaan we naar beneden. En dat is ziekelijk frustrerend. Ik hoop dat we nu eventjes kunnen winnen. Nou, weet je wat? Dan laat ik het erbij. Als we deze winnen, laat ik het erbij voor deze video. Dan zijn we op de 1100. Dan weet ik niet of ik Tik nog veel verder ga pushen. Ja, we zijn nu al echt een uur bezig. Ik kan trouwens wel even kijken op Brawl Stars site. Hoeveel games we al hebben gespeeld. Oké, dat kan ik nu niet zien, want we moeten een potje beginnen. Ik reken het zo meteen eventjes uit naar dit potje. Dan kunnen we het even checken. Maar ja, we moeten dit potje natuurlijk winnen. Dit is een team die je eigenlijk meteen moet gaan pushen bijna. En dat dacht ik in ieder geval, maar dat was niet het geval.
Ja, die Nani die zit sowieso achter. Dat kan niet anders. Oh, die Bo die moeten we eigenlijk hebben nu. Die Bo, ja, nice. Oké, okay, top. En die Nani die zit daar achter dus de super te laden. Dat is de hele tactiek, zeg maar, van zo'n team. Als je een boot in je tegenstanders team hebt, dan moet je gewoon de hele tijd pushen. Daar komt het op neer. Want dan is er gewoon een Nani die zo super aan het laden is. Ik ben benieuwd of die Nani... Oh, ik hit hem de hele tijd. Ja, ik hit hem nu wel. Maar hij ontwijkt goed, hoor. Hij ontwijkt echt goed. Maar uiteindelijk gaan ze dit wel verliezen. Ja, uiteindelijk komt het wel goed. Het duurde wat langer. Eroy, die kan nog een beetje hits doen voor super. Oké, top. Deze ronde staan we voor. Nice. Dan moeten we deze nog even winnen. Dan hebben we toch nog even de 1100. Dat zou mooi zijn als dat toch weer even gaat lukken op het eind. Shadows, die overleeft dit ook nog maar net. Dat scheelde niet veel. Dat scheelde niet veel. Ja. Wat gaan we doen? Ik moet even één hit doen voor mijn super. Dan kan ik even mijn super pompen. En dat is toch wel een aanvaltje. Oh, nice. Eroy heeft al een kill. Oh, hij gaat bijna dood. Hij gaat bijna dood. Oh, oh dat scheelde niks. Oh, dat scheelde helemaal niks. Hij doet ook zo'n emoji met zijn wolkje. Ja, hij wist het zelf ook. Oké, even onzin. Oh, lol. Die Nani. Bro, dat was echt de domste play ooit. Oké, okay, misschien dat Eroy hier nu dood gaat. Dat zou kunnen. Maar maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Hier, we hebben die tik alsnog. We hebben hem alsnog. Komt u maar! Boom! Hoppatee! Lekker, 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 lekker. Toch nog even de win, dan zitten we nu weer op de 1100. Maar ik kan even laten zien hoe we het hebben gespeeld helemaal. Ik zal trouwens ook even uitrekenen hoeveel potjes we nou hebben gespeeld. We hebben 5 potjes verloren, zie ik. En we hebben 11 potjes gewonnen. Dus 5 verloren, 11 gewonnen. Dus in principe doe ik het op dit niveau best wel heel goed. Maar alsnog zijn we omlaag gaan qua trofeeën. Nou, ik zal wel even overleggen met Eroy en Shadows of die nog lang door kunnen. Anders stop ik ermee. Want het is al 11 uur... Oh nee, 10 uur s'avonds is het nu. Maar ik wil zo ook lekker even op de bank chillen. En dan gaan we morgen wel weer verder. Oké, ik heb even overleg met Hero Shadows, maar we gaan misschien nog een andere keer doorpushen. Maar het probleem is dat het seizoen nu op dit moment nog 13 dagen duurt. De nieuwe knokkenbellen komt er natuurlijk aan, dus dan wil ik die gaan pushen. Dus ik weet niet of het gaat lukken om Tik en rank level 35 te krijgen. Maar in ieder geval dat we hem überhaupt rank level 32 hebben gehaald, is al extreem ziek wat mij betreft. Maar dat is mijn mening en ik denk ook wel een mening van veel van jullie. Nee, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zie dat mijn gezicht wel een beetje witjes is. Dat komt denk ik door de lampen en omdat het nu wat donkerder is buiten. Dus ik heb geen licht van buiten nu. Dus ik heb echt alleen maar licht in mijn ogen. Vandaar mochten jullie je dat afvragen. Maar dat was dit echt. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!